Als het om theater gaat, is ontroering mij zo dierbaar. Een snik als puur amusement. Het mag dan een grote kunst zijn om het publiek werkelijk te raken. Geraakt kunnen worden is evengoed een gave. Van het station? Ja, van het station. En toen ik haar van de trein zag stappen, dacht ik al bij mij eigenlijk, had je beter nooit kunnen ophalen. En heb je het toch gedaan? Toch gedaan. Toch getrouwd. Ja, zo gaan die dingen. Ja. Jongen. Nou, dat zeg ik daarom. Zo is het. Kijk, mijn vrouw die zeurt nogal. En ik moet dan wel eens af en toe eruit, want anders is het leven niks. Hè? 50 jaar getrouwd, nou dan weet je het wel. Hè? Ze zegt laatst tegen me, neem me nou eens een keer mee naar iets duurs. Nou, toen heb ik er meegenomen naar een benzinepomp. Later toen de ziektes kwamen, de pijn. En ik leidelijk moest toezien hoe mijn lichaam werd gesloopt. Er kwamen ook de twijfels. Ik zag hoe iedereen mij begon te verlaten. Als een trouwe dienaar die zijn meester jaar in jaar uit op zijn bank had bediend. Maar die te oud was geworden. Mooi. La 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 la. Die. Oh yes, heerlijk. Kom bij mij. Allebei. Ja. Oh, mooi is dit, hè. Ik ben gek op muziek en op een piano in het bijzonder, meneer Van den Brink. Wat doet u dat toch goed?